Goeiedag en welkom bij Privé TV. Amerika is in rep en roer. Sinds de 18e verjaardag van Malia Obama geniet de presidentsdochter intens van het volwassen leven en alle wilde verleidingen die dan op de loer liggen. Patricia Wesseling is hier, die weet er alles van. Patricia, is het echt zo erg? Nou ja, we hebben een filmpje. Laten we eerst maar even kijken. Ik vind het er heel gezellig uitzien. Ik zag alleen wel een joint, inderdaad. Ja, nou, laten we vooropstellen, ze is 18 jaar, ze is een puber, de hormonen gieren door haar lijf. Het ziet er allemaal wel erg los uit. In juli was ze in Amsterdam, is ze al helemaal losgegaan in de Sugar Factory. Ja. En inderdaad, ze staat op een festival gisteren in Chicago, staat ze te blowen, de presidentsdochter. Ja, nou, we hebben vorige week kunnen zien dat de andere dochter van Barack Obama, Sasha, een hele andere manier heeft gevonden om de zomer door te komen. Ja, die heeft een vakantiebaantje in een visrestaurant, Martha's Vineyard. Dat is waar de familie altijd vakantie viert. En daar onder de naam Natasha, dat is haar volledige naam, is ze daar lekker aan het werk in de bediening. Ja, heel anders. Gewoon dag en nacht. Ja, heel anders, ja. Komt dit door de vriendenkring of zo van Malia? Met mensen met wie ze omgaat? Nou, dat zou kunnen. Malia omringt zich niet met de allerleukste mensen. Dit zijn twee goede vrienden van haar. Het zijn de broertjes Bennett. Ja. Die ene jongen is twee jaar geleden gearresteerd wegens zware mishandeling. Die heeft iemand stond op zijn teen. Die heeft hij zo toegetakeld dat hij het verhaal nauwelijks kon navertellen. En die andere jongen is ook een rapper, maar een dealer. Een LSD-gebruiker en een dealer, ja. Ja, nou is het zo dat die familie de familie Obama goed kent. Dat zou dan misschien ook verklaren waarom ze ook allemaal nog met elkaar omgaan. Ja, de vader van deze jongens, dat is Ken Williams Bennett. En die heeft zowel voor Obama gewerkt toen hij nog senator was als in het Witte Huis. En het is wel grappig, want hij heeft ooit wel eens in een interview gezegd dat hij hoopte dat een van zijn beide zoons ooit in de Oval Office terecht zou komen. Maar ik denk niet dat erin zit. Nee, dat zit er niet meer waarschijnlijk. Wat vindt Obama nou van het gedrag van zijn dochter? Nou, publiekelijk heeft hij er nog niks over gezegd. Hij heeft natuurlijk zelf ooit toegegeven ook jointjes te hebben gerookt toen hij op de universiteit zat. Dus hij zal er in het publiek ook niet zoveel over gaan zeggen. Geen één vader vindt het leuk natuurlijk om zijn dochter zo te zien staan. Dat zal duidelijk zijn. Ja, wat ik nou zo frappant vind, hè, dat ze is op zo'n festival, ze staat daar te blowen. Er is altijd beveiliging van hunzelf, Secret Service. Dat die het dan niet voor elkaar krijgen om zo'n joint even uit haar handen te slaan. Gaan we nou nog meer losbandig gedrag zien als ze dat Witte Huis verlaten hebben? Ja, want de Secret Service stond hier inderdaad maar op 5 meter afstand van toen dit gebeurde. Maar ze doen inderdaad niks. Nee. Ja, ik weet niet of we meer gaan zien. Ik denk dat Michelle Obama in ieder geval meer tijd voor de dochters zal hebben. Fantastische moeder hoor, laat dat duidelijk zijn. Die zien we ook echt steeds losser en leuker worden volgens mij, toch? Ja, het is ook waarschijnlijk het einde in zicht waarschijnlijk van die 8 jaar in dat Witte Huis. En ik denk ook dat zij de broek aan heeft hoor, thuis. Dat is een hele strenge, denk ik. Ja, maar ze heeft natuurlijk ook al altijd gezegd dat ze een zo normaal mogelijke jeugd voor haar twee dochters wil. En ja, nou ja, als je deze beelden ziet, lukt dat aardig. Ja, dat lukt aardig. Het ligt eraan wat je normaal vindt natuurlijk. Dat is natuurlijk ook weer zo, ja. Dankjewel. Ja. Dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Tot snel.